Er is altijd ontkend dat er doping in het voetbal zou zijn, maar wat blijkt vanuit in de loop van de jaren 60 en de jaren 70 is er veelvuldig is er amfetamine geslikt. In de wereldbekerwedstrijd Feyenoord-Estudiantes, legendarische wedstrijd, brilletje van Joop van Dalen dat 80% van de Feyenoorders amfetamine had geslikt. Je hebt nog een primeur in je boek. De zwembadaffaire. Ik heb van allerlei oudspelers uit die tijd gehoord dat er vaker dat er meer spelers bij betrokken waren. En dat er vaker gezwommen werd met leuke meisjes die in het hotel aanwezig waren. Alleen gezwommen? Nee, niet alleen gezwommen. Johnny Rep die geeft dat ook aan. Hij zegt van ja, ik was met een andere speler en twee meisjes en we waren niet om te zwemmen. Maar ze hadden er van die heerlijke lichtbanken en goede douches. Johnny Rep heeft hem even ingestopt daar. Nou ja, jij zegt het een beetje direct. Maar zo staat het niet in je boek zo direct? Nou, 1 plus 1 is 2.